Je ziet het goed, het is 5 over 7. En het is het begin van een nieuwe Frankrijk trip. De zomer van 2023 en ik heb er echt super veel zin in. 5 nachten vissen in Frankrijk. Ik begin alleen. Ik word later geassisteerd door Tjitte en Bram. En ja, we gaan gewoon knallen. 5 uur. En een hoop uurtjes te rijden op de snelweg. We gaan snel beginnen. Ik neem je zo mee. Ik ga alles vertellen. Het wordt echt een hele dikke video. Dus blijf zeker kijken. Yes, dames en heren. We staan in de rij voor de tolpoort. Het gaat eigenlijk super goed. Nog maar 2 uur en 39 minuten. Dan zijn we er al. Dus goed op doorkarren. Al ruim 400 kilometer gereden. Het is pas 9:30. Dus het gaat goed. En ja, dat was wel grappig. Ik reed in Lille, begin Frankrijk. En rijdt een bus naast me. Allemaal groene shirts, allemaal zo uit het raam. Allemaal fans die DW Fish die me herkenden. Dus wel geinig. Dus die gaan waarschijnlijk ook een tripje doen. Dus zo zie je maar, je bent nooit alleen. Ja hoor, even lekker op de parkeerplaats. Vlakbij Parijs. Potje kwark naar binnen eten. Beetje de beentjes trekken. Dus toch, mijn been voelt het wel. Ik blesseerde knie met het rijden. Ik zit nu al, wat is het? 5,5 uur of zo, 6 uur in de auto. Nee, minder. 5,5. Dus een beetje bewegen, kan geen kwaad. Zo jongens, ik heb het gezien, hè? Helemaal uit. We zijn over 40 minuten. Lekker zonnebreedje op zonnetje. Rijden door de Franse bossen, door de heuvellandschappen. Muziek hierop. Ja, goede nieuwe auto. Ik ben een gelukkig mens. 3 weken vakantie. Ik ga hier na deze 5 nachten vissen nog met mijn vrienden op roadtrip. Camper gehuurd. Gaan we door de Scandinavië. Dus mijn geluk kan niet opkomen 3 weken. We gaan lekker genieten. En we nemen jullie mee. Yes, lekker man. Je ziet het achter mij, het autootje. En hier is het water. We zijn er. 7 uur gereden. En het is een stuk beter weer dan in Nederland. In Nederland regende, hoorde ik. En hier is lekker 24 graden. Dus dat is genieten. Het wordt wel minder weer deze week. Regen en bliksem. Maar goed, dat is ook niet gek voor de vangsten. Ik ga eens even lekker een rondje om het water doen. Even een beetje kijken of de vissen zijn. Hoe het zit met nachtvissen en alles. En dan gaan we rustig opbouwen. Morgenavond komen Tjitte en Bram erbij. Dus dat wordt genieten. Ah, ik vind het leuk. Lekker pionieren. Ik weet helemaal niks van het water. Dus we gaan het gewoon lekker uitzoeken. En als we dan vangen, is de voldoening net zo groot. Zo jongens, daar ben ik weer. Ruim 1,5 uur later, dat is niet normaal. Ik ga even een rondje lopen om het meer. En dan ben ik altijd veel te fanatiek. Dus het was bijna 6 kilometer. Bergop, heuveltjes en onrijke ondergrond. Positief is, het ging goed met mijn knie. Dus dat is mooi. Maar negatief is dat ik een paar Franse vissen heb gesproken. Maar die hadden er 3 gevangen in 5 nachten. Dat is niet best. Het zijn ook een beetje knollen, de grootste was 13 kilo. En de andere nachtvisstekken, want er zitten heel veel nachtvisstekken, zijn allemaal bezet. Op eentje na. Maar ik zit te twijfelen of ik daar tussen pas of dat te krap is op de rest. Dus daar ga ik zo heen rijden. De rest is alles bezet. Hele water vol met campers, die mogen er wel kamperen. Maar nachtvissen mag op een paar bepaalde stekken. Dus wat ik wel ga doen, ik heb hier achter een baadje gezien. Dan heb je een verboden gebied, maar dat na 100 meter of zo begint het pas. Dat is wel een mooi baadje met een windje erop. Dus ik ga zal ik bollen voeren. Ik denk Holtuna's, 2,5 kilo. Dan ga ik vannacht proberen hier te vissen. Ja, als ik niks vang, dan weten we het meteen. Dan kan ik morgenochtend hier nog totdat Tjitte en Bram komen. Op de dagstek, op de gevoerde stek. Als dat niks wordt, dan houdt het op. Dan gaan we met z'n 3 een nieuwe stek zoeken. En anders heb ik die 2,5 kilo in het water gegooid. En dan zijn de vissen me dankbaar. Dus ik ga nu voeren. Dan ga ik naar de andere stek toe rijden. Hopen dat ik er kan vissen. Voor vannacht. En dan hopen we al vangen. Dan zit hier het baadje hard heel wat. Ziet er toch wel lekker uit. Mooi windje erop. We gaan hier gewoon even 2,5 kilo op een mooi strookje deponeren. Ja, dat is best wel een mooi stekje. Het is eigenlijk best wel afgelegen. Geen herrie van andere campinggasten, camperaars, vissers. En best wel charmant. Kijk dan, het staat helemaal vol met lavendel. De eerste zak van de trip die zeeg. 2,5 kilo. Het voelt soms een beetje raar. Zeker als je ziet dat niemand vangt. Maar ja, ik blijf in Fransen en er is een reden dat ze niet vangen. Gewoon anders doen dan die Fransen, zoals nu. Vol gas voeren. Hele zak erin, dat hebben we vaker gedaan. En bijna altijd met een goed resultaat. Dan ga je morgen gewoon terugkomen. Mocht de vangsten heel slecht zijn op de andere stek. En dan Gewoon proberen in een dagsessie. Het is zacht hier. Ja, het zijn de mooie bergwegjes. Onvaart. Moet maar uitkijken met mijn nieuwe auto. De auto staat achter mij en dat is goed nieuws. We hebben een plekje. Eigenlijk het mooiste hoekje wat ik vond. Hier een mooi klein ontbijtje. En daar zitten kampeerders. En daar zitten nog een paar campers, vissers. Hier het grootste gedeelte van het water. En dan weer de vent die al in de dag ging vissen, die vond het best dat ik hier ging zitten. Daarachter nog twee tenten en dat is het einde van de nachtviszone. Even met vissen gesproken en dat is niet bijvoorbeeld voor de vangsten. Ja, zoals ik zei, ik heb nu een stek gevoerd waar ik vis ga springen, vertrouwen in heb. En, dus dat is mooi. En hier gewoon een nacht proberen. Ze trekken dicht bij de auto, dus hoef ik niet met de trolley te lopen. Dat scheelt. Ruimte genoeg voor Tjitte en Bram ook erbij. En dan gaan we gewoon één nacht proberen. Als niks is, dan zoeken we morgen een nieuw water. Dus zo moeten we het toch een beetje maar proberen. We gaan er gewoon voor. Zo, de dag begon vanochtend om 5 uur 's ochtends en het is nu 3 uur 's middags. Ik zit eindelijk. Even een radertje erbij. Het is echt heel warm en benauwd. Maar ja, het weer gaat dus morgen omstaan, gaat regenen en bliksemen. Waarschijnlijk goed voor de vangsten, maar we gaan het zien. Ik ben even aan het observeren nu, een beetje een dode bende. Kijken waar de rest allemaal vist, om zo mijn hengeltjes zo goed mogelijk te positioneren. Ik heb wel wat ideeën. Maar dat ga ik je zo al zien. Even kort uitleggen hoe ik ga vissen. Het is natuurlijk de eerste nacht op het water. Ik weet er nog niks van. Dus ik ga gewoon heel opvallend vissen. Eentje met een XXL tijgenoot en een fake meisje onder. De andere met een geel-wit, hoe heet die ook weer? Banana puppy. En die andere met dus een boetworm huidboet bowie. Met een plastic dumbbell onder en een kreeftkousje. Het is ook nog een hard one. Dat doe ik eigenlijk omdat ik voor de kant al wat dwergmervel heb gezien. Ja, als het tegen zit, zit ook nog kreeft. Dan ben je straks de hele nacht voor niks aan het vissen. Dus de eerste nacht zal dit even aftasten en dan op deze manier kijken wat het beste werkt. 3 verschillende stekkies. En de hengel met de pop-up ga ik gewoon een heel groot bakje met voer bijgooien, compact. En dat voertje ga ik nu even maken. Ik heb hier een mix thuis gekookt. Dat schuimt een beetje tijgenoten, boekwijd, groot XXL mais. En er zitten XXL tijgenoten bij. Heb ik hier een emmertje met allerlei oude stickmix en grondvoer. Pellets wat ik door elkaar heb gegooid. Daar ga ik wat bollen bij gooien en de bootworm liquid booster. Dat mix ik door elkaar. Dan heb je een heel attractief voertje. Ik weet ook niet eens of er überhaupt witvis zitten of dat het veel of weinig is. Dus gewoon verschillende dingen. De bolhengel ga ik juist heel veel met alleen bollen erbij voeren. Geen voer in het bakje, of minimaal. En dan de particles met een hele bak vol met particles. Dan gaan we gewoon kijken wat van de 3 tactieken werkt. Ah, dit is er ook frankrijk hoor. Lekker een pilsie, eikoekje erbij. En de ene laatste dag van de Tour volgen. Ik weet niet of je het ziet. Pinot op kop. Ah, dat is mooi. Tussen heb ik mijn hengeltjes klaar. Ik ga zo uitvaren. Eerst even de ontknoping van de Tour afkijken. Lekker hoor. Derde hengel. Pogacar die heeft de Tour-etappe gewonnen. Dus daar wil ik even afkijken. Deze hengel erin. Gaan we lekker bakken. Mijn maagje knoort inmiddels. Zo, al heel netjes liggen. En ik ga zo lekker eten. Het is toch best wel gek zo in je eentje in Frankrijk. Nooit gedaan. Maar de autorit, dat viel echt heel best. En ik wil weer gezegd dat Tjitte en Bram morgen komen. Weer een beetje een praatje. Dus ja, we gaan het zien. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb hier nog geen vis zien springen of iets. Ja, er zitten toch karpentent genoeg. Dan zou je zeggen, er moet vis zitten. Nou, als ze hun kunnen vangen, dan kan ik het zeker. We gaan het zien. Ik neem u gewoon met alles weer mee. Zoals jullie gewend zijn. En eerst die pan maar eens aansmijten. Het is 6 uur geweest. Het zonnetje schijnt nog lekker. We hebben hier een broodje Carrero. En nou een heldere Heineken. Lekker hoor. Het lijkt alsof ik de eerste vis staan heb. Ik denk wel witvis. Hij ging net even door de schip. Ja, ik ga hem pakken. Ja, voel wat. Maar ik weet niet. Ik denk witvis. Maar niks. Gek zeg. Ik snap het niet. Maar hamburger beter, dan mag hij weer. Nou, je ziet achter me, het is een bende. Ik ben een beetje ruig geweest, lekker in het zonnetje gezeten. Het is nu tijd om te werken. Mijn maag zit vol, dus ik ga even alles opbouwen. En dan heb ik nog een leuk kusje. Met mijn stretcher ben ik doorheen gezakt. En dat ding is echt al 10 jaar oud of zo. Maar nu is die dus een soort van uitgescheurd dat ik op die stalen stang lig. Dus ik heb draad en naald mee. En ik kan lekker gaan naaien vanavond. Ik ga het doen. Als ik mijn vingers knipper, staat hij opgesteld. Zo, dat was hem. Alles staat. Enigszins geordend. Gaan we nu dus even die stretchen van mij aan elkaar binden. Ah, types. Yes, inmiddels 1 uur of 9. De boel achter mij is geordend en opgeruimd. En eigenlijk staan de hengeltjes er stil bij. Dat ene valse, rare runnetje. Dat was de enige actie wat tot nu toe is geweest. Hier gebeurt nog niet veel en daarna ook niet meer. Dus ik weet niet. Hopen als het donker is dat er meer actie komt. Want zo gaan we niks vangen. Zo, inmiddels bijna bedtijd geworden. Moe. Lang dag geweest. Even mijn serie afkijken en dan ga ik slapen. Hopen dat die afgaat. Als er actie is, dan zijn jullie de eerste die het zien. Zo. Dames en heren, goedemorgen. Ik zie er moe uit waarschijnlijk. Het is 6:55. Ik heb net een week op morning call gehad. Heel de nacht kunnen slapen. Maar eindelijk de eerste vis van de trip gevangen. Wat het precies is, dat ga ik jullie zo zien. Oh, ga even de zelfontspannen op de camera zetten. Statief installeren en dan gaan we hem te voer op praat zetten. Dus ja, dat is wel drama hoor. 1 visie. En zo laat pas in de ochtend. Op de bolhengel. Maar goed, we gaan zo eens kijken wat we voor plannetje gaan maken. Schrik niet. De eerste Franse vis van 2023 is binnen. En wat voor een. Uberknol. Was wel sterk, harde run. Op de boet worden mijn oude boetboys. Maar ja, tenminste geen brink. Maar dit is niet waar ik voor naar Frank ben gereden. 7 uur lang. Ik ga zo eens een plannetje bedenken. Of ik de dagstek ga vissen. Hoe of wat ik met Tjitte wil gaan doen. En Bram. Maar deze mag terug, vaar hem opnieuw een keertje uit. Misschien dat hij nog een keer gaat, je weet het niet hoor. En dan gaan we even kijken wat het plan is. Dit kunnen we de descent ook vangen. Dit is hetgene waar ik bang voor was, je ziet. Scherpe stengen. Kantjes zijn er vanaf gegeten, ondanks dat het nog hardwand is. En met kreeftkous. Dus goed dat ik dat op heb gezet. Anders was die bolder sowieso af geweest op dit tijdstip. Dus desalniettemin, toch een visie. Zo, ondertussen 11:15. Ik ben net wakker geschud door de controleur. Die wilde even controleren. Vergun ik erop, dus daar was het wel blij mee. Maar ja, sinds die vis geen actie meer. Wel hardere wind, steeds harder. Je ziet achter mij. Vol met zeilboten ook inmiddels. En om een beetje wakker te worden heb ik de koffie aangezet. Tjitte en Bram zijn inmiddels onderweg sinds 10 uur. Dus ja, even kijken of ik naar de dagstuk ga. En dan dat ik tegelijkertijd met hun hier ga opbouwen. Of dat we naar de bouwen. Ik ben er al niet uit. Het is een beetje moeilijk. Vergunning is natuurlijk ook een bepaald gebied van Frankrijk waar je mag vissen. En eigenlijk water waar we heen, die liggen er net weer buiten. Schiet ook niet op. Goed, we gaan het wel zien. We hebben even de gasten gesproken, we zijn over 5 uurtjes hier. Valt op zich mee. Dus, ja, ik ga dan niet naar de dagstek toe, ga ik morgenochtend naartoe. Dus als we er niet zijn, rijd ik even mijn auto erheen, zodat de spullen beheerd zijn. Ga ik even weer 2,5, misschien 5 kilo voeren. En dan gaan we morgen, als het weer een slechte nacht is, verkassen. Ja, het is wel jammer dat er zit een beetje wateren waar we heen willen. Buiten deze regio waar je mag vissen met je vergunning. Maar misschien wel een risicootje nemen dat we het gewoon gaan doen. Dus even aankijken en sowieso even gezellig met z'n 3 op de stek. Dus ben benieuwd als ze er zijn. Ik ga de andere hengel met de pop-up, weet ik bijna zeker dat die er van afgegeten is. Die ga ik ook op bollen, ga ik de bollen strook wat breder voeren. Ook voor Bram en Tjitte dat die alvast een soort van voorgevoerde stek hebben. Gaan we hier gewoon vannacht vissen. Ondertussen even mijn water bijvullen. We gaan hier gewoon vannacht vissen. Dus morgen vroeg, als de resultaten slecht zijn, naar de dagstek. Daarvoor nog even naar een andere stek aanvoeren. En als die 2 opties ook niet de juiste resultaten opleveren, dan ga ik gewoon naar een ander gebied verkassen. Dus ja, dat een beetje. Nou, zoals ik zei, 1 hengel op de roenier gerecht vannacht. Gokt en verloren. Met 1 visje neem ik natuurlijk geen genoegen. Maar ik had verwacht dat die eraf zou gegeten zijn. En dat is bij deze dus niet het geval. Deze hengel ook wat verder uitgevaren. En vol met particles en ja, een beetje grondvoer, pellet mix. Ik ga deze ook omleggen nu naar de bollen. De bollen is dus het recept wat gewerkt heeft. En dan ga ik daar 2 hengels op bergen. Andere ook particles. En op die manier probeer ik toch iets meer richting, richting de montage te gaan die succesvol is geweest. En we hopen dat er dan meer hengels te volgen. We hebben even een dichte PVA, hoe noem je dat ook weer? Krimpkuis. Maakt hier gaat de andere hengel op. En dus vis ik eentje in de normale bol, eentje met Snowman. Je weet niet of het uitmaakt. En dan gaan we die uitvaren. Vlak bij de andere voerstrook ertussen maken. En iets breder dat Tjitte en Bram ook kunnen vissen. En hopen dat dat een beetje gaat lopen vannacht. Anders weet ik het ook niet meer. Dat jullie het een beetje kunnen horen met de wind. Ik heb die hengel met die Ronnie-rig verwisseld voor een normale broedboging. Ik heb nu heel verspreid die voorstrook gemaakt met de werppijp. En ik kan nu nog wat 24 mm eroverheen gooien. Toch proberen de kleine vis weg te houden. Een ander hengeltje die nu op tijger zit, ga ik misschien toch ook wel bollen doen. Dat is gewoon alles of niets. Ik heb ook een stukje uitgebreid zodat Bram en Tjitte ook met die bollen kunnen vissen. Toch meer vertrouwen erin dan gisteren. We weten een beetje meer op het water. Zo, alle hengeltjes liggen weer in. Ik heb inmiddels aardig honger gekregen. Dus ik ga lekker de lunch voorbereiden. En dan is het wachten, rits knopen, tot Tjitte en Bram komen. Dan kunnen we gaan voeren op 2 stekken. Bier halen bij de supermarkt. En dan is er weer avond. Dat is mijn planning. Zo jongens, ik ben een beetje moedeloos. Tjitte en Bram komen over 1,5 uur. Heel de middag een beetje gechilled, rits geknoopt. En Er staat echt wel een lekker windje op het water, maar het is op de een of andere manier, die vis die wil niet. Niemand vangt wat. Bij de buren zie ik niks gebeuren. Dus ja, het is een beetje kut. Misschien wel te veel gevoerd. Ik denk vanochtend die brede voerstrook toch wel 3-4 kilo was. Maar ja, hopen dat er op een gegeven moment vis op gaat komen, want anders dan, zit ik een beetje mijn tijd hier te verdoen. Ja, het is inmiddels 4:45. De wolken zijn best wel weg. Het is lekker zonnetje voor. De rest van de week geeft het best veel regen op. Dat is ook veel. Ik ga gewoon even lekker zwemmen. Verfrissen. Anders zweten we opsporen. Dan kunnen we weer tegenaan. Het is zondagavond bijna. En dat is altijd goed nieuws. Je ziet hier achter me. Ik weet niet of je het goed ziet, maar mijn maat die gaat weg. Dus we hebben natuurlijk gebrengd 2 nachten en daarachter stonden ook 2 tenten. Ook Frans zijn ook weg, dus eigenlijk hebben Tjitte en Bram het goed voor elkaar. Vrij water. Ik ga nog even 1 backup stekje daarachter maken met particles. Misschien dat Tjitte Bram er wil leggen, even met de voerpijp. Te lang en stil. En dan ja, geef alweer vertrouwen voor vanavond. Minder rij in het water, meer vis voor ons. Ja, er is toch nog wel een prachtig bijtje hierachter, zoals je ziet. Lekker het windje erop de hele dag. En, niemand vist hè, afgelegen van het grote water, dus ik ga met een emmertje particles de lange voer staan. Nou, daar gaat hij hoor, met zijn bus en aanhanger. Adios amigo. Ja, hij moet echt goed komen vannacht. Er zijn al, even kijken, 1, 2, 3. Overkant nog 2 en er is 1 aan het inpakken. 6 tenten, soms dubbele tenten zijn weggegaan. Waarschijnlijk omdat het weekend voorbij is voor die Fransen, moeten ze werken. Dus een stuk minder rijden in het water. Het weer gaat een beetje omslaan, een beetje regenen. Dus als we vanavond niet veel vangen, dan word ik gek. Ook gewoon gek. Mooi hè? Ik heb hier een verrekijker, daar hou ik ze allemaal in de gaten. Dus ideaal op die grote afstanden. Ja. Wie hebben we daar? De verloren soldaten. Lekker man. Broeder. Is die geus? Hoi. Maartje, hoe is dat? Ja, best. Mooi. Lekker man. En draaien gek. Val mee toch? Ja. Heb je ook gereden? Nee man. Maar je hebt toch rijbewijs? Ja, klopt. Maar ja, nooit met aanhanger of iets gereden toch. Dus, vaak heen te bang. Tjitte vond ik niet zo erg. Maar wat gaan we doen? Wij gaan het karretje pakken. Ja. Waar heb je gevangen vannacht? Daar, in het water. Ah. Ja, op het wijd. Nice. Ik praat je zo bij. We gaan even gauw de auto halen. Yes. Tot zo. Yo. Ja? Lekker man, ze zijn er. Ja. Dit is niet goed hoor. Ik weet niet hoeveel die ligt. Slovenië gaan. Je raakt ze wat. Je vel. Je, hoe noem je dat? Ja, vind je het gek dat ik 2 keer iets raakt? Bram? Ja, dat vind ik ook niet zo gek. Jij hebt rijbewijs net gehaald, jij zou dat moeten weten. Wat zeg je allemaal weer? Weer geen olie onder. Dat is mooi. Als de avond zijn intrede doet, zijn de mensen aan het genieten. Zo is het. Genieten kan je leren jongens. Nee joh, had hem daar opgedaan. Wat dan? Eén ding is belangrijk en dat is gewoon het eerste wat je in Frankrijk moet doen is een burger bakken. Dan weet je dat het goed gaat komen. Zo is het. Dus klep je erop. Dat hebben we even gedaan. We zijn druk bezig met de omlijntjes knopen. Zoals je ziet ga ik zo meteen allemaal laten zien. Mooie omlijntjes geknoopt. Lekker. Eten en daarna gaan we vissen. Jij hebt zeker de boodschap gedaan. Ja, zeker. Lekker. Smaakt goed. Hij eet ze. Nou dames en heren, nu dat de jongens gearriveerd zijn, kan ik even met de auto op pad voeren naar de dagstek van morgen. En ja, ik ben even pleiten dus. Tot zo. Nou hoor, daar ben ik weer. Een goede zak Holtuna broodjes bij me. Terug op de dagstek voor morgen. Ik heb op zich goed vertrouwen in, ik zie best veel kringen en dingen. Dus meer activiteit dan waar wij zelf zitten. Ook wel confronterend, maar goed dat ik dit back-up heb. Ik ga hem lekker erin smijten. Op een best wel smalle strook. En dan hopen dat ik morgen gewoon, denk ik, een uurtje of 7 of zo hier naartoe ga. En dat hij gewoon binnen een uur afloopt. Dat zou mooi zijn. Ik heb meer vertrouwen dat hij meer vist in deze tak. Die nachtvissel is dat, ja, er wordt altijd gevist. Dus we gaan lekker smijten en dan gaan we het wel zien. Zo jongens, ik heb een tennisarm gekregen. Denk ik kilo of 4 aan bollen erin. Ik ben nog een beetje oude zooi erbij gegooid. Ik heb in de schuur nog vond. Ik denk, nou, dat ga ik in Nederland niet meer vissen, maar in Frankrijk voor het voeren ken dat prima. We gaan nu door naar het volgende water. Daar wil ik morgen nacht waarschijnlijk vissen. Dus ik alvast een voerstekje maken. Ook met paardkast erbij. Als het een beetje gaat met de voerschep met lange stil. Dan hebben we de avond weer goed voltooid. Dan gaan we weer terug naar die gasten. Ook die andere stek is bevoerd. Vergeet te filmen. Maar er zaten twee vissers. Die hadden een paar visjes gevangen. Het water stond super raar. Dus dat schoot niet echt op. En maar ja, toch 2,5 kilo ingegooid. De hennep, boekweitboys. En dan kom ik terug en dan zie ik Bram opeens met een kromme stok staan. Dus we gaan snel kijken. Wat is een goede camera hier? Dat is wel lekker, Bram. Ja, gaat er nou wel lekker doorheen. Goed bezig, chef. Knol, denk ik? Ja, denk het wel. Ja, ben je het er al gewend? Ja. Hey, lekker. Hoe moeie zo mee? Ja, ja, dames en heren. Ik wil wel een SO'tje doen naar Wietse, want ja, er zitten al een paar onderlijntjes klaar liggen voor ons. En, ik ben aardig, hè? Kijk eens. En dan zeg je dat de jongen jou les geeft. Ja, ja, ja. Mij les geeft. Goeie jongen, goeie jongen. Wel een beetje papegaaitje, maar een praatje van de vis, hè? Ja, hij is echt heel mooi. Zo. Ja, jongens, daar hebben we hem, hoor. De eerste Franse vis voor mij en Bram. Daar is die. 11,5 kilo op de snowman. We komen op het linker hengeltje. En daar zijn we ontzettend blij mee, want we liggen pas 2 uurtjes in. En ja, het vertrouwen is nu heel hoog. Precies. Goeie run. Ja, een keiharde run. Echt niet normaal. Tjitte ging op zijn bek, die stond te wassen. Ja. Zo. Dat is echt helemaal goud op het onderlijntje van Wiet. Barmel. En op de voerstek van Wiet. Ah, oh, nee hoor. Nee, kijk, nee, Wietjes voerstek die liep zo goed, dat hij er zelf al 1 knol van heeft gevangen. Wij winnen 2 uur al een prachtige spiegel. Lekker Brammetje. Hey, Bram, en dan zwemmen. Maken en dan gaat het hengeltje heel snel terug. Meezwemmen? Ja, Bram. Meezwemmen, Bram. Ja, het is een pb. Bram. Dan moet je wel meezwemmen. Bram, zwem daar even mee, joh. Zwem. Nee, kom op. 35 doe ik het, ja? Ja, afgesproken. Hoe laat het ook is. Ja. Hij staat erop, hè? Ja, hij staat erop. Die broer. Hey. Hoi. Hoi. Vertel. Ja, het is donker. Inmiddels. En Bram zit hier ook. Dat heb je goed gezien. Bram is de derde van ons 3. Ja. Die zit hier weer al op kop. En we moeten nog een challenge afspreken. Wie de kleinste vis vangt. Wat moet die jongen doen? Ja, maar we hebben een oneerlijke verdeling, dus dat gaan we niet tellen. Nee, klopt. Jij kan niet vissen. En Bram is half gehandicapt. Ik heb 2 hengels. Op 3 dagen ben ik alweer in Nederland. Jullie gaan nog een week door of zo. Dat is waar. Dat is waar. Maar goed. Bram zijn we weer. We hebben lekker gegeten. Een burgertje. Biertje erbij. Het is nog een aangenaam temperatuurtje om zonder jas buiten te zitten. En we gaan zo het mandje opzoeken. De mannen zijn moe van de reis. De mannen zijn moe. En ik vind het ook wel mooi geweest. Ja, jij hebt ook lekker staan pikkelen. Morgen ga ik vroeg mijn wekker zetten, ga ik naar de dagstek. Hey. Tenzij ik echt meer dan 5 vissen vang vannacht, maar ik geloof het niet. Ik heb zo gezegd vertrouwen. Morgen worden nu al naar huis gevist. Ja, ik vind er heel veel vertrouwen, maar het is ook wel weer mooi voor hun. Dat zijn echt 8 tenten of zo. Hij komt gewoon niet eens uit je woorden. Ja, smoesjes. Nou, we gaan het zien, joh. We gaan het zien. Eerst volgende shot is Tjitte met een krommet op. Misschien. Dames en heren, het is 6:55. Het is echt een drama. We hadden echt doodstil bij. En mijn hengels zijn ook doodstil gebleven. Gewoon een keiharde bank. Bram natuurlijk gisteravond tegenvangen. Tjitte even speelt. Daarna, of we nog wat hebben, heb ik niet meer gehoord. Dus we hebben in ieder geval niet meer wakker gemaakt. Maar ik ga zo snel mogelijk opruimen naar de dagstek. Ik ga niet meer nachtvissen. Vanavond naar het andere water. Want zo ben ik een beetje mijn week aan het verpesten. Ik moet nou actie ondernemen. Hier zit de vis niet op mijn stuk. Dus we moeten door. Opruimen, op naar de dagstek. Zo, je ziet het. Het stekje is opgeruimd. We hebben het snel gedaan. Kort half uurtje. Uitje zit vol. Je had de voer maar bij die gasten. Dan hebben we die vandaag ook nog wat te doen. Dan gooi ik ze zelf wel uit op de dagstek. Dat is denk ik goed te doen. Dus snel verkassen, want er ligt vis om het wachten. Hoop ik. Deze stek, hij pareert niet wat het geboden had voor mij. Maar ik denk daarom goed dat ik nu de keuze maak. Gewoon door. Anders dan zit je heel je week uit te zitten en dat wil je niet. We moeten vangen, dus we gaan ervoor. Dames en heren, aangekomen bij de dagstek. Ik had de hengels een beetje gewaagd erin gedaan. Dan kunnen we snel weer te vissen. Ik had zoveel mogelijk spullen in de auto. Het gaat regenen, heb ik het idee. Donkere wolken. Maar goed, misschien wel goed voor de vangst. In eerste instantie gewoon even 3 jongens uitgooien in een rotpotje. En op de voerstrook, dan gaan we het wel zien. Ik ben benieuwd. Yes, dames en heren. Het is inmiddels gestopt met regenen. 2 hengels vast ingegooid. Want mijn geheugenkaart van de camera was vol. Dus dat, we hebben een hoop gefilmd al. Maar hier ligt hengeltje nummer 1. En hier nummer 2. Dus ja, het is gestopt. Het windje is een beetje aangewakkerd. Het regent niet meer. Dus we gaan het wel zien. Ik ga een paar handjes bollen bijvoeren. Hopen dat die vis hongerig is en dat ze extra hard gaan zoeken. Dat betekent dan een paar snelle runs. En ja, hoeveel uur heeft het de kans? 4 uur of zo. En als het dan niks is, dan zit hier gewoon geen vis. Dan hebben we gewoon voor niks gevoerd. Daar gaan we niet vanuit. We gaan vanuit dat we binnen een uur bij een vis in de handen staan. Zo, het is 7:10 en we liggen in. Tijd om eigenlijk wat te gaan eten. En ben benieuwd. Windje lekker aangewakkerd. Een paar handjes borren bijgevoerd. Niet te veel. Ik hoop dat de vis er nog ligt. Ze hebben 2 dagen kunnen eten en de voerstuk kunnen vinden. Op zich wat dat betreft goed vertrouwen. Maar ja, afgelopen nacht natuurlijk gebrand. Dat geeft natuurlijk weer minder vertrouwen. Dus we gaan het zien. Ik hou u op de hoogte. Nou, het is lekker gaan regenen. Saunenboxje echt klaar. Lekker uit het auto gaan wachten. Dat is dan een voordeel van de dagvis. Kan allemaal. Maar ik zie nog niet veel activiteit. Geen jumpers. Een paar kleine piepjes gehad, maar ik ga er toch een half uur in. Moet geduldig blijven. Nou, terwijl de regen is gestopt, zit ik lekker op mijn stoeltje een kipburgertje te bakken. Dat is niet gek. Wat wel gek is, is dat de hengels er nog steeds zo bij staan, joh. 2,5 uur zo in, geen piepje gehad. Het is echt een ellende. Ik begrijp er niks van. Ik denk steeds meer dat ik gewoon verkeerde water heb gekozen. Het water zo laag staat dat die vissen gewoon, die hoeven het gewoon niet. Die hebben er gewoon geen zin in. Een paar toevalstreffers natuurlijk, iedereen 1 vis gevangen, maar het is echt heel kut. Ik geef misschien nog 2 uur de kans. Ga ik verkassen naar de stek waar ik gisteren heb gevoerd. Ik ga daar de nacht vissen en dan ga ik door naar een ander departement. Het risico neem ik zonder goede vergunning. Nou, ik moet nog even 1 dikke bak vangen deze trip. Want hiervoor kom ik niet naar Frankrijk. Zonde. Ik begin steeds een beetje zenuwachtig te worden. Nou, dit is bizar, hier kom ik best wel laat achter. Aas is helemaal afgegeten. Ik vist hier zonder krimpkous. Sorry. Maar sowieso nu een paar uur voor niks gevist. Dus toch misschien allemaal maar even gaan verversen. Al blijf ik niet heel lang meer. Yes, het is pijnlijk, maar de waarheid is hard. 5 uur gevist, niks gevangen. Alle 3 mijn aas was wel afgegeten door die stomme burgersgekreeften. Maar ook geen activiteit gezien in mijn stek, geen springers. Dus als je zoveel hebt gevoerd en je hebt binnen een paar uur geen run, dan gaat het gewoon niet meer gebeuren. Daar moet je dan heel eerlijk in zijn. Dus ik ga door naar het water waar ik gisteren heb gevoerd. Eerst nog even langs Tjitte en Bram, even chillen, de voerbut ophalen. En dan ga ik door daar naartoe. Daar moet het goed komen. Ik heb 2 jaar geleden daar met mijn neef gezeten. Toen een hoop gevangen. Wel een hoop klein, maar dan heb je een beetje actie. 2 jaar tijd zijn ze waarschijnlijk toch wat groter geworden. Maar ja. De plannen lopen was anders dan je had verwacht. Dit water zal ik denk ik niet meer terugkeren. Een beetje een hekel aangekregen. Maar je weet van tevoren nooit. Dus dan wil ik eigenlijk 1 nachtje nog op het water waar ik straks heen ga. En dan nog 2 nachten op een groot moeilijk water. Dan hoop ik vannacht een paar leuke vissen te vangen. Tenminste iets van actie. En dan gaan we de laatste 2 nachten knallen voor die ene dikke bak. Dan gaan we weer. Let's go naar de volgende stek. Strijden is het, jongens. Maar het gaat beloond worden. Let maar op. Nou, we zijn aangekomen bij mijn 2e water. Misschien als ik me omdraai, dan ken je het. Je ziet hier de dam, het staat echt bizar hoog. Achter mij ook, ja, niet normaal. nou, een meter of 1 à 2 minder water. Ik ga eens even langs die Franse vissers die op mijn stek van 2 jaar zaten. Of die nog wat hebben gevangen vannacht. En een paar stekken verder heb ik gevoerd. Als er niemand zit, ga ik met de trolley heen. Zo min mogelijk bepakt. Dan kan ik morgenochtend weer vroeg weg naar het volgende water. Maar hoop ik tenminste hier een beetje actie te krijgen. Wie weet een mooie 20 of 30 ertussen. Let's go. Nou, het zijn de uitdagingen op de maandagochtend. Dit moet allemaal nog mee. Uitjes wat mag blijven. En hij staat al aardig vol. Trooi. Sowieso weer strijden. Maar goed hè. 1 nachtje. Je neemt altijd te veel mee. Ja, je moet natuurlijk ook eten en sapen en alles. Dus dan gaat het hard. We gaan het proppen. En dan zal het vast goed komen. Het gaat passen. Het is wel echt een zwaar karretje geworden. Dus ik ben helemaal bezeten als hij aankomt. Weet ik zeker. Ik doe wel alvast mijn shirt uit. Dan weet je het al hè. We gaan knallen. Zo, we zijn er hoor. Exact 42 minuten sinds ik de auto uit ging halen. Gaat echt er mooi bij. Lekker windje. We gaan knallen. Snel de Engels erin. Hopelijk weer de Wietse te wachten. Yes, dames en heren, waar zitten we dan? Nieuw water, nieuwe kansen. Het enige jammer is dat de zon in mijn rug zit en die gaat er helemaal onder. Dus het zonnetje dat, is me niet gegund. Maar dat geeft niet. Er staat een lekker windje op het water. Ik heb gisteren die goede zak boren gevoerd. De hennep, boekwijd, vanilleboys van tijgenotenkoop.nl. Het voerbootje is gevuld. Deze gaan we naar single bol. Die andere hengel gaat met een bol met 2G fake maisjes erboven. Een beetje een visuele attractie. En mijn andere hengel doe ik een stukje verder. Ga ik met de voorschep een tijgenoten voeren. En precies op die lijn waar ik met de voorschep kom, ga ik die neerplaatsen. 3 verschillende tactieken. 2 op de voerstrook, 1 op de particles. Kijken wat het beste werkt. Ja, het grote nadeel van die droogte. Je kan wel lekker bij je hengel zitten. Maar die voerboot die vaart niet weg. Dus je moet je schoenen weer uitdoen. Natte voeten maken om de voerboot te laten varen. Nou goed, als dat ergens is, we gaan de schoenen uitdoen. Tijgenoten en boekwijd. Dan ga ik zo ver mogelijk met de voerstem uit de kant gooien. Ik maak de voerboot erbij. Nu richt ik een heel mooi lokaat met particles te vissen. Dus ik toch iets anders als de andere hengels. Kans verspreiden. Laat me uitwerken. Yes, inmiddels is het etenstijd geworden. Kijk eens, krieltjes. Lekker. Hengel zich in, op de derde. Een bordje krieltjes met een satéburger. En de sa, die heb ik maar even gelaten voor wat het is. Die was al even uit de koe in. En die was zuur. Ik denk als ik dat hele pak op had gegeten, dan was ik heel de avond in deze bordjes te vinden om naar de wc te gaan. Dus die sla ik maar even over. Dan maar niet gezond doen, maar wel lekker koolhydraten. Krachtvoer. Vanavond moeten we drinken. Dus we moeten goed eten. Ik zag opeens terug dat er een vlekje op de lens zat. Sorry daarvoor. Dat is niet onze bedoeling. Ik heb hier zo'n lenskit schoonmaak zet. Als het goed is die nu weg. Maar het is altijd lastig om vanaf de camera te zien. Vaak zie je het pas thuis tijdens het editen op je beeldscherm. Dan kan je niet veel meer mee. Als het goed is die nu weg. Dus bij deze. We krijgen op YouTube en Instagram altijd echt super veel vragen. Van wanneer er weer nieuwe Frankrijk-video's komen. Wanneer er weer nieuwe trips gepland staan. Nou, noem maar op. Jullie boffen dit jaar. Ik ben apart, Tjitte en Bram zijn apart, dus dat zijn nog 2 video's. Buiten de 2 Frankrijk-video's die er al zijn. Maar mocht je nou nog een video willen zien van Frankrijk, waar we echt bizar goed hebben gevangen, dikke vis. Kijk even op dwfishingteam.nl, er staat een exclusieve video van vorig jaar zomer. Eind zomer hebben we daar gevist. En nog lang niet iedereen heeft die gekeken. Dus neem even een kijkje op die site. Ook als je een strakke polo wil, een hoodie, een petje van DW Fish Team, om ons een beetje te steunen. Ben je op dwfishingteam.nl. Op het juiste adres en dan ja, koop lekker wat, dan ga je sowieso vangen aan de waterkant. Lekker. Hey, wat is dit nou? Mijn swinger staat tegen mijn dieper. Dat wist ik niet. Nou, ga er maar door. Hopelijk is het vis. Zal wel niet. Dat zou wel mooi zijn. Nou, wat ik doe, ik laat hier lekker staan. Ik heb mijn stek gemarkeerd. Slim jongens. Kijk, ik heb hier een tak gemaakt met 3 stenen erop. weet ik dat ik hier moet vissen, of hier moet voeren, terwijl mijn hengel daar helemaal staat. Dus de tijd gooi ik een schepje paardrust erop. Die paardrust is zijn merk hier. Dijennootkopen.nl. Moet je even kijken. Kijk, zie je het met de zon? Het is slijmie. Ja, stop dit. Ik ga weer even een schepje erin gooien. Nou, ik heb één hengeltje ingehaald, ik vertrouw dat niet. Want ja, nu 2,5 van het vissen, nog geen run gehad. En kijk, een halve booi al aangevreten. Dus ik ga even krimpen, krimpkous. En dan ga ik ze allemaal opnieuw even inleggen. Want hier ga je niet de hele nacht mee kunnen vissen. En ja, ik weet het gewoon echt niet. Ik had al veel eerder een run verwacht. En hij blijft maar uit. Dus ik word straks windstil, misschien dat dat meer gaat doen. Maar normaal is een windje op het water goed, maar nu loopt het gewoon niet. Ik word er moedeloos van. Ja, toch ook die andere voor de zekerheid even ingehaald. Ook de boeien vanaf vergeten. Daar word je wel wanhopig van. Dus die doe ik nu met een Holtuna terug, met krimpkous eromheen. Ga ik gewoon door Holtuna en de boekwijd vernieuw je door elkaar voeren. En dan heb ik drie verschillende manieren om drie verschillende aaspresentaties. Die andere met tijgenoten en een rubber maïsje erop, dat komt wel goed. Die wordt niet kapot gegeten. Dus nou, dan, met meer, beter dan dat kan ik de nacht niet ingaan. En als ik dan nog steeds niks vang, weet ik het echt niet meer. Het is schemeren, uurtje voor 9:30. Toch helemaal geen aandacht gekregen in de avond. Ik had wel verwacht, maar ja, hopen dat het s'nachts beter is. Ik heb goed gevoerd, lekker verspreid. En ja, er ligt voer genoeg. De aasjes zijn beschermd, dus kan eigenlijk toch niet anders dat er een vis moet komen. Als ik vannacht nou niks vang, dan ben ik echt wel open. Ik heb het nu al een beetje, want het is gewoon zo'n verschil met 2 jaar geleden. Ik kreeg wel achter elkaar dus. Nou, we gaan het zien. Ik hoop even een mooie vis. Die heb ik wel verdiend na deze tijd. Al de strijden. Het is 1:30 s'nachts. Eindelijk heb ik weer eens een vis. Ik was echt helemaal wanhopig. Ik ging echt gegoten. Het water is zoveel runs gehad, 2 jaar geleden. Maar het is echt... denk elk water waar ik kom heb ik een beetje pech. Want sinds ik ook weg ben bij Tjitte en Bram, vang ik ook redelijk wat vissen. Mooie gewichten ook, tot 14 kilo. Wordt uiteraard een aparte video. Maar ja, ik had 1,5, 2 dagen zoals niks gevangen. En ik werd een beetje wanhopig. Gelukkig deze vis eindelijk een aanbeet. 1:30. Het is een beetje noodweer geworden. Volgens aan het regenen en hard aan het waaien. Het wordt zo wat met uitvaren. Maar goed, dat zien we dan weer. Ik ga nog even kijken of dit voer heb uitgescheten. En ja, man. Wel een mooi punt gaaf. Dus van de uitzetting deze. Je ziet het formaat van 2 jaar geleden is wel iets beter doorgegroeid. Kijk, en hij schijnt wel heel mooi de witte substantie uit. Dus dat is een goed teken, hè? Dat hij lag op het voer. Kijk dan, niet normaal. Te vernieuw je henne, boekwijdboeis, tijgenootkopen.nl. We gaan meer voeren. Hopen dat die andere ook nog even afgaat en dan kunnen we er misschien nog een paar bijvangen. Dan gaan we weer terug het netje, het mandje. Yes, jongens, blij mee. Yes, deze vis was even meer dan welkom. Zo zie je maar hoe wanhopig je wordt na een paar dagen niks en nachten niks vangen. Zelfs naar voeren. Maar ja, ik weet niet, ik heb heel erg tegengezeten. Dit zit dan wel weer mee. De vis zit gewoon lekker met een goed. Ja, hij scheet het voer gewoon goed uit. Inmiddels is het 5:30 en ging mijn tijgenootengel af. Die reek dicht bij de kant was. Mooi visje, schuppie. En was echt wel sterk. Ik had echt wel gehoopt eigenlijk op een 20er op dit water die ik vorige 2 jaar ging. Dus je dan nu al richting de 15 kilo gaan. Maar het zijn dus de knollen van 2 jaar geleden die iets groter zijn geworden. Dat dan weer wel. Ik denk dat er zo 2-3 kilo bij is. Als je het vergelijkt, het was allemaal één slag vis. Dus nou, mooi visje. Maar goed, hè? We moeten natuurlijk nog even wat dikker vangen. Zoals eerder gezegd, hiervoor ben ik niet naar Frankrijk gekomen. Een fotootje maken en dan mag hij weer terug. Zo, goedemorgen. Het is 9:00. Ik heb slecht slapen, veel valse piepen. En dat is die 2 vissen. Achter bij het watertje staat weer lekker windje. Maar ja, dat is niet wat ik had verwacht. Zeker na het voeren niet. Echt een drama. Het is ja, geen water wat echt maar goed gezind is. Maar ik ga weer even kassen. Om 11 uur gaat het regenen. Tot 4. En dan zit ik hier met dat modderverhaal. Heb ik niet zo zin in. Ik ga op vakantie. Ik weet nog niet naartoe. Waar naartoe. Dus ik ga mijn spullen oppakken. Snel voor wat eten. Naar Tjitte en Bram toe. En dan ga ik daar kijken waar ik naartoe ga. Maar ja, nog 2 nachten. 3 dagen vissen. Wordt een beetje krap zo. Maar die bak die moet nog komen. En ik weet nog niet waar ik hem ga vangen. Gek joh, het breekt tijd zondag weer door. Daar zijn de wolken wat donkerder. Maar ze zeggen echt over 2 uur gaat het regenen. Iets minder, het is nu 21:15. Ik ga toch opruimen, het gaat hier toch niet meer gebeuren. Dus één laatste shot van de hengels. Stekkie. En de tent, het mocht niet baten. Het is hier wel eens mooier geweest. En we gaan door. Nou, wat 1 nachtje vissen met je voeten en je schoenen doen. Dat is niet best. Helemaal goor. Echt bizar joh. Eens even. Maar goed, het mocht niet baten. We gaan snel de schoenen aandoen. Kunnen we beter mee lopen. Dan gaan we de trolley naar de auto brengen. Tot zo. Nou, het meeste al ingeruimd. Opgepakt, staat op de trolley. Hou ik mijn hengel in. Echt. Het is weer typerend voor deze trip. Niet normaal dit. Mijn ene pieper die is aan het stressen. Ze denkt te veel water in. Moet je zien. Hoe klein karpje wil je hebben? Niet normaal joh. Ongelooflijk. Nou, nummer 3 van de nacht. Nou, die andere engel krijg ik zo terug. Ook niet gek dat ik er niks meer op gevangen heb. Sinds 1:30. Hier had ik die eerste vis op. Dat is toch niet normaal dit jongens. Wat een pech joh. Alles zit tegen hier zo. Yes, yes. 3 kwartier verder. De trolley staat ingepakt. Je hoort nog steeds mijn pieper die van slag is. Denk door de regen. Ik ga zo bij de bus of bij mijn auto even de batterij eruit halen. En hopen dat hij het nog doet. Dus gaan we weer maar eens verkassen. Het begint een beetje handigheid in te krijgen. En eerst even naar de supermarkt. Dan die gasten even een geheugenkaartje halen voor de camera. Die zijn allemaal op, bijna. Dus dat is wel het voordeel dat we dicht bij elkaar zitten. En dan naar het volgende water, maar ik weet nog niet naar waar naartoe. Dus ik heb even mijn connecties erbij getoverd. En hopelijk komen we nog op 1 mooi water uit. Wat mij sessie kan doen zagen. Dat kan nog steeds natuurlijk. Zo, ik ben gered. Die trolley viel om. Dat is een beetje een stijge hengel hier. Jezus. Precies tegen dat paaltje aan. Dat scheelt weer. Ik ga alleen mijn auto halen. Hiervoor zetten kan ik hem rustig afbouwen. Jongens, ik ben verrot. Wat een tocht. Zo, je ziet het. De auto achter mij is weer ingepakt. Vlak voor de regen. Dat is mooi. Dat was mijn doel ook. Ik ga nu even naar de supermarkt. Dan naar Tjitte en Bram. En dan naar het volgende water. Ik weet het nog steeds niet. De tijd begint te dringen. Tot zo. Zo, dat was het bliksembezoek aan Tjitte en Bram. Boodschappen zijn afgeleverd. De voerboot is weer terug. Die hebben ze even uitgevaren. De hengels. En nu heb ik hem weer. We gaan naar het volgende water. 2 uurtjes rijden. En ik heb mooi op tijd ingepakt. Want het regent de hele tijd. Hopen dat het daar beter weer is. Je weet het nooit in Frankrijk. We gaan hem lekker aantrappen. Zie je zo. Nou ja jongens, nog 55 kilometer. En dan moet ik tanken. Het is best wel stressen weer. Het zit weer eens mee. Net bij een tankstation pakt hij mijn tankpas niet. Dus ik heb nu weer een volgende. Ja, dat kan ik natuurlijk niet te vaak hebben, deze grappies. Ik zit best wel in een uithoek, niet dicht bij de snelweg. Dus er zit ook geen personeel in het kantoor om met cash te betalen. Dus ik sta hier weer bij een nieuwe tank. Gaan we eens proberen of deze doet. Zou mooi zijn. Zowel mijn eigen pinpas als mijn tankpas voor mijn werk pakt hij niet. Ja, moet je hier naar mee joh. Stom rand. Kijken of ik toch nog wat kan vinden, anders ben ik echt haastig. Er zit ook geen personeel in het zaakje. Ellende. Nou, ik kan weer rijden. Ik had Tjitte gebeld. Want ik zeg ja, ik heb geen internet. En waar zijn nou die bemande tankstations? Volgens mij al die onbemanden die gaan er niet werken. Dus ja, ik heb ook wel eens gehad. Als je de andere pomp pakt, dat het wel doet. Ik probeerde dat, toen deed hij het wel gelukkig. Dus ik kan nou weer 660 kilometer rijden. Dus ik hoef minder te zweten. We kunnen door naar het volgende water. Nou, aangekomen bij het water. Het is wel mooi. Het is groot. Donkere lucht. Hoor nog wat. Het is opeens tevoorschijn gekomen. De buien zijn gestopt. Ik moet hier een mooi paadje vanaf. Dan reed ik dichtbij met mijn auto staan. Het staat hier mooi veilig. Dus ik ga hem even uithalen. We in het hoognodig mee. Het idee is dan vanavond te voeren. Ik zal even het water filmen ondertussen. Vanavond te voeren. Morgen met doorgewikte bollen vissen. En je mag hier niet nachtvissen, alleen overdag. Je mag wel sapen met de hengels tegen de tent aan. En dan ga ik rond 11:50 weg. Dus even kijken of dat is. Vanavond nog even een paar jongetjes uit. En dan gaan we het wel zien. Ik ben benieuwd. Het schijnt een hele mooie vis te zitten. Maar ook wel gedresseerd water. Dus ik dacht, Wietse lukt het niet om op makkelijke water te vangen. Dan ga ik maar op moeilijk water. Die bak die moet komen. Zo, er komt weer een heel donker urgje aan. We spullen beneden. Uitje staat daar. Dus ik ga snel de tent opzetten. Dan kun je tenminste schuilen als het los gaat. Zo, je hoort het. Ik ben net op tijd. We hebben het al netjes gedaan. Vanavond moeten ze inregen. Vlak voordat 10 uur of zo moeten hengels eruit. Voor de zonsondergang. En de laatste uurtjes voor 10 uur, dat is altijd het beste. En 's ochtends vroeg. Dus dan daar moeten we focussen. De rest van de dag wordt niet vaak wat gevangen. Er zit echt veel dressuur op. Dus ik ga het gewoon even anders doen dan de rest. Ik ga jullie mijn tactiek uitleggen zo. En dan ga ik gewoon een dikke bak vangen. Die hebben we al verdiend. Ja, omdat het een dressuurwater is, ga ik het tactisch aanpakken. 24 mm, 20 en 15 door elkaar gemengd. Dus dat ga ik door elkaar voeren. En dan heb ik hier een potje. Oude pop-up doosje. Daar heb ik de bollen in gedaan. Die ga ik vullen met water. Die kunnen ze lekker gaan weken. Die knal ik al morgenochtend eraan. Ga ik niet meer bijvoeren. Ga ik echt puur op de voorgevoerde strook. En dan een paar uurtjes tijd geven. Moet die af gaan lopen. Dus ik ga deze vullen met water. Laat ik hem lekker staan. En dan gaan we voeren. Gaan we de richtjes klaar maken. En dan moeten we zorgen dat hij een beetje voor de schemering inricht. Want nu zal het nog rustig zijn. En dan gaan we daarna lekker eten. Zo, ik heb het goed gecamoufleerd. Maar aan beide kanten zit een stukje kurk. Door de tijden dat het mooi gaat drijven boven het wier wat boven de bodem zweeft. Ja, perfect. Karper ziet er niks van, die lijkt heel natuurlijk tijgen uit. Maar er zit toch een haak aan. Een schepje voeren. Kijk hoe ver we komen. Mooie afstand. Zo, een paar schepjes erop. Moet genoeg zijn. Ik kan natuurlijk maar een paar uurtjes inregen. Het is nu al 5:30. Dus ik ga eten, vissen eten hoop ik. Maar misschien nog een visje voordat de hengels uit moeten. Nou, mijn andere hengels ga ik afwijkend vissen. Kijk even of je het ziet. Ja, een 24 mm bol en een 15 mm bol. Ik voer met 3 maten, dus ook de 20. Maar dat is natuurlijk de standaard maat. Dressuurput, dus dat ga ik niet doen. Dus ik ga dit invoeren. Of ik ga deze ingooien en dan hou ik deze bol gewoon eraan en dan vis ik daar morgenochtend weer mee. Dan zijn ze alvast een beetje doorgewerkt. Dus oké, ik ga ze inleggen. Ja, ik voel dat hij hard neerkomt. Dan ligt hij sowieso goed. Zo, Breintje, jij gaat het afzinken. De eerste zak is leeg, 2,5 kilo, 3 verschillende diameters door elkaar gevoerd van de Holtuna, tijgenootkoper.nl. Die andere zak, 2,5 kilo, gooi ik vanavond op nadat mijn hengels eruit zijn. Dus er ligt er 5 kilo voor de nacht, voor zover er nog wat over is van die 2,5. En ik zal naar de vis draaien om mijn sterk, dus dat is positief. Hopen dat ze gaan eten. En dan ga ik morgen gewoon met een single bol, die vorige week is, terug op de voerstek zonder iets bij te voeren. En hopen dat er vissen soort van verslaafd zijn geworden aan de voerstek. Dat ze hem helemaal afstruinen. En dat ze dan mijn bol tegenkomen. Die hetzelfde eruit ziet als de rest van de bollen. Ik ga koken. Oh. Ik zak door mijn stoel heen. Vandaag op het programma wraps. Kip dij shawarma met chicken tonight. Ik ga nog een beetje tomaat en paprika doorheen flansen. Dan hebben we toch wel een lekker maaltijdje zitten. Zo, de kip shawarma is gebakken. Wat we dan doen? Chicken tonight. Potje. Niet alles. Gaan we lekker doorheen mengen. Doe dat zo op je web. Nou, dat hoort geniet. Zo Q&A heb ik in Nederland nog nooit gekookt. Ja, mijn andere pan, 2 wraps. 2 keer dubbel gevouwd. Pas precies. Lekker opwarmen. Ah, dan heb je gewoon een goede maaltijd. Dan kun je alles aan vanavond. Ah, het is geniet hoor. Oei oei oei. Het is 9:30 geweest. De zon is onder. En ik mag volgens mij nog op een half uur of een kwartier doorvissen. En dan moet de hengels eruit. Dus ga ik rustig mee beginnen. Ga ik de andere zak van de andere helft van de Holtuna ga ik bijvoeren. Weer 2,5 kilo. Dat is voor je gevoel heel raar. Geen vis zien springen of draaien. Of, ja, eentje zien draaien. Maar ja, moet toch anders doen dan de rest. Die Duitse waar ik langs kwam, die ging niet zoveel voeren. Die zei, ja, dat doet de rest wel voor je. Ja, dan doe ik het wel. Maar ja, hengels eruit. Tegen de tent aan zetten. En dan slapen. Morgen de wekker om uur of 5. En dan gaan ze het in. En dat moet gebeuren. 1 dagje heb ik de tijd. Eigenlijk een ochtje. Na de ochtend zal het niet meer gebeuren. Dus ja, hoop ik dat ze snel afgaan morgenochtend. En dat de vis op het voer. Als je hier voor me kijkt. 3 hengeltjes. Iets voor 10. Ik hou me keurig aan de regels. En voor de zekerheid ook maar even mijn steuntjes uitgehaald. Ondanks dat het best wel een rustig stekje is. Vertrouw ik het nooit. Dus ze kunnen maar eens uit de grond zijn 's ochtends. Dus nou, mijn werk is eigenlijk om 5 uur. Gaan de hengeltjes erin. Goed gevoerd. Net nog even doorgaan met voeren. Ik denk 1,5 kilo nog erbij. In totaal nu 4 kilo. Best wel een klein stuk. Maar heel verspreid. Iedere meter echt een bol. Dus ja, we gaan het wel zien. De wekker staat vroeg. En bij het eerste richten zijn jullie er weer bij op film. Zo, 5:30. Ik ga het helemaal zo zeggen. Vorige week de bol erop. En de aasjes zijn beaast. Ik had mijn wekker eerst op 5 uur staan, maar toen was het echt nog donker. Toch, nou, dat zal niet de bedoeling zijn. Je ziet dus vorige week de bol is een beetje lekker, een beetje wat vager van kleur. En de 15 mm. Ik ga ze uitleggen, ik kan het niet filmen. Deze is nog steeds met de dubbele tijger uit, het kurk erin. Ik ga ze uitleggen, dan ga ik terug bij de stil. En hopen dat hij snel afgaat. Dit is echt niet te geloven. Dit is echt niet te geloven. Ik heb zoveel moeite voor gedaan. Al die moeite. Kijk, een aanbeet. Op het moment dat ik geen vertrouwen meer had. Het is nu 9:30. Super harde run. Op de 15 mm bolie hengel. En gaat allemaal goed. Ik krijg de vis. Blijft uit het wier. 10 meter voor de kant schiet hij los. Ik heb hem nog niet kunnen zien. Oh, dan heb ik tot nu toe zo'n kutgrip. Ik vang alleen maar knollen of ik vang niks. Dus ik heb mijn water waar het gemiddelde echt hoog is. Ga ik eindelijk een run, na al dat voeren, na al die moeite. Schiet hij los. Jongens. Oké, snel weer 1 jaar hopen dat er nog meer aan het aan zijn. Once and arrived in dit. Dit was het recept, een 15 mm bol, vorige week. Ondereentje van, denk 20 centimeter. Vooral een gezeik jongens, ik ben er echt helemaal klaar mee. Hij moet, hij gaat opnieuw in. Ik ga je misschien wel blijven en er moet nog 1 komen. Zo, even een update. Het is inmiddels 12:30. Tjitte en Bram die gaan verkassen. Die zijn na 3-4 nachten op het water toe aan een nieuwe put. Dus die komen hier even heen, want ze gaan in de buurt zitten. Wat ik heb gedaan, ik heb geen aanmeter meer gekregen. Dat is wel jammer. Maar wel een simmigheidje. Ik heb hier een zak bollen. 1 of 2 kilo gevuld met het water. Die ga ik dan vanavond voeren met de boeienpijp. Zodat ik vanavond ook weer strak weer te vissen met, ja, noem het, vorige week strak weer te voeren met vorige week de bollen. Aasjes die heb ik nog in dat potje zitten, die ga ik er weer aan doen. Dan is die 2 nachten oud. Nou, dan moet het toch goed komen. En wat nog meer? Ja, geen actie meer. Wel jammer. Dus achter mij is nog wel een vis erbij gekomen. 2 vissers. Je ziet het daar. Er staat een autootje, 2 tenten. Dat is jammer. Ik ga niet meer naar het volgende water. Ik ga proberen hier toch nog een vis te vangen. Er zit echt heel mooi op. Die vis die ik had was sowieso ook een mooie. Hij vocht heel traag en was best wel log. Bleef diep. Nou, dat zegt vaak wel genoeg. Dus extra zuur. Maatje? Nee, wat? Gozer. Over speelboy? Is die? Ja, wat een gezeik. Ja, hoe kan dat nou weer? Echt, het is niet normaal. Ze zeggen hier het gemiddelde zit hoger dan 15 kilo. Mijn grootste vis tot nu toe is 7 kilo. Dus ik moet nog een bak vangen. En ik heb dus gevoerd gisteravond 4 kilo. Vanochtend met vorige week de boorden opgevist. Helemaal top. Ging die af om 9:30. Mega harde drill. Vis bleef graag. Hele tik op de top. Echt alles wat je weet van de bak. En, maar ik dacht ja, een beetje niet rustig drillen, want er zit heel veel wier toch? Hm. En 10 meter voor de kant, pats, schiet hij er vanaf. Dus, wat ben je? Op een vorige week de 15 mm bol. Wat ben je? Heel zuur. Nee, zuur gegaan. Shot hè? En daarna even die push-ups. Ja. Ja, dat is wel lekker. Hij is gek. Ja, hij is nu koud, we hebben nu ijs gehaald. Echt? Nou, jij maar eens even warm. 2 zakken. Nee, hoeveel push-ups? 20. 3, 4. Ah, kijk hem lui doen. Doe het maar 20 keer. 8, 9, 10. Ja, 13 al. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Easy. Oké, goed gekeurd. Ah, Tjitte en Bram zijn even langs geweest. Ze hadden nog een mooie verrassing voor me in petto. Dat is als je zuur bent gegaan, dus als je een vis verspeelt, moet je een apenshotje of een zure matte shotje nemen. 20 keer opdrukken. Nou, heb ik maar gedaan voor die gasten voor een video. En nu zijn ze weer door. Water in de buurt hier zo. En ja, het is echt wel stil. 2 uur nu. Dus ik heb af en toe wat bollen bij gegooid. Niet veel. En daar ga ik nu mee stoppen. Voer ik vanavond weer bij met de vorige week de bollen. En dan ga ik nu even mijn 1 hengel die sinds vanochtend 6 uur inricht. Kijken of het goed gaat. Misschien dat de bol wel afgevreten is. En dan kan die weer terug. Het is toch wel echt weer zo koud hè. Doe ik mijn 1 hengel verversen. Zit hier vast in echt een berg wier. Niet normaal. Er zat geen beweging in. En toen brak het erin. Dan moet dat allemaal weer opnieuw doen. Dus dat is echt wel shit. Ik dacht, dit is misschien toch niet zo goed vanochtend. Yes, even weer een update. Het is 4:30 inmiddels. Ik ga mijn parthengel die ik daar heb gerecht, ga ik veranderen in een bolhengel. Weer een 15 mm bol. Het recept wat hier werkt. En die ga ik even kijken of je het ziet. Hier zo in dit kommetje plaatsen. Er schijnt wel veel obstakels en alles te staan. Maar we gaan het gewoon proberen. Niet veel activiteit gezien, maar dat is eigenlijk nergens zo. Toch kreeg ik een run. Dus ja, toch laatste avondje. Morgenochtend, laatste ochtje. Nacht mag ik niet vissen. Dus ja, we moeten toch een beetje risico gaan nemen. Zo jongens, de laatste avond doet ze intreden. Pijnlijk gevoel. Snel voorbij gevlogen die trip. Dat was ik maar 5 nachten. Eigenlijk iets te kort voor het mooie. Zeker om met een mooi resultaat naar huis te gaan. Als je het een paar keer niet treft, dan ben je meteen de sjaak. Maar ja, het windje blijft lekker doorgaan. 2 uur vissen. Ik hoop dat hij nog even afgaat. En anders morgenochtend. Ik heb besloten extra vroeg uit te gaan. Hengeltjes wil ik 5:30 hebben liggen. 11 uur moeten ze eruit. En dan wil ik naar huis rijden. Het is toch ja, een heel stuk nog naar huis. En dan heb ik een halve dag thuis. En dan moet ik weer op vakantie. Dan ga ik met vrienden naar Scandinavië met de camper. Dus daar moet ik ook nog spullen voor pakken. Dingen regelen. Dus het is druk, maar het kan precies net aan. En bak zou er voor mij ook nog precies net in kunnen. Ja jongens, daar zitten we dan weer. Ik zei, de laatste shot is met actie. Die is helaas niet meer gekomen. Het is heel spijtig. Ik heb alles voor gedaan om die dikke bak te vangen. Bewust de laatste 2 nachten naar moeilijk water, dressuurwater. Waarvan ik wist dat het niet makkelijk zou worden. Toch een run gekregen. En die schoot helaas los, 10 meter wordt net. Dus sowieso een bak, ik weet het zeker. Ik voel het dan alles. En ja, het is een beetje spijtig dat daardoor nu mijn grootste vis een kilo of 7 is. Deze trip. Een beetje mislukt. Maar dat is ook vissen. We krijgen wel eens de berichten van jullie van altijd, want hoe krijg je dat voor elkaar? Maar ja, dit is ook vissen. Dit is ook een Frankrijk-tip. En het is niet altijd 100% geslaagd. Desondanks hoop ik wel dat jullie genoten hebben. Dus ik heb aardig voor gestreden. We hebben goed ons best gedaan. Maar het mocht niet wateren. 4 verschillende wateren. Nee, 3 verschillende wateren. En veel wezen, verkassen, voeren, noem maar op. Mond niet baat, hè? Tjitte en Bram die hebben meer geluk. Dus die video wordt sowieso zitten meer dikke bak in. En ja, daar wil ik de video afsluiten. Vond je het toch leuk om te kijken? Doe een duimpje omhoog. Voor mijn inzet te tonen. Laat er ook een reactie achter. En ja, de eerstvolgende buitenlandtrip is weer dichterbij dan je denkt. Dus blijf zeker op de hoogte. Abonneer even voor meer. En wil je ons nou steunen? Kijk even op de site dwfishingteam.nl. Er staat ook nog een oude Frankrijk video die exclusief is, die niet iedereen heeft gezien. Die kan je daar ook kopen. Of een shirtje, petje, polo, trui. Dat geeft ons heel veel steun. Dus dat zou fijn zijn. Ja, ik zou zeggen tot volgende week. En dat is...